De zwaarste tegenstander op de Spelen zal ik zelf zijn, maar de ambitie is goud en ik ga voor niks minder dan dat goud. Ik ben judoka Matthias Kassen. Ik ben vice-wereldkampioen en huidig nummer 1 van de wereld. Ook momenteel in volle voorbereiding voor de Olympische Spelen. Ik heb al Grand Slam, EK en de Masters gewonnen. Ik denk dat de twee belangrijkste nog het WK en de Spelen zijn. En die staan nog op mijn lijstje. Morgen vertrekken we naar het WK. Dat betekent valies maken. Let's go. Ik denk dat alles erin zit. Euro pakken is het belangrijkste. Maar nu nog hoop dat het niet te zwaar is. Hè. Als ik mezelf in 5 woorden moet omschrijven, zou ik zeggen ambitieus, koppig, volhardend, een beetje gek ook en een winnaar. Toen Matthias de overstap moest maken naar het middelbaar, kregen we de vraag via de coach van de club of hij wou gaan testen in de topsportschool. We zijn daarop ingegaan, Matthias met heel veel plezier. En we hebben hem dan stilaan, jaar na jaar, zien groeien tot wat hij uiteindelijk nu is. Dus dat bleek toch wel een goede zet te zijn. De eerste keer dat ik wel dacht dat ik talent had voor judo, was toen als ik op de topsportschool binnenkwam. Ik was toen 11 jaar, nog heel jong eigenlijk. Maar toen merkte ik wel dat ik een goed judogevoel had en vooral hard wou trainen. We zijn ondertussen eergisteren nacht al aangekomen. We hebben onze derde coronatest al gedaan op de luchthaven. Na 4 uur wachten op de luchthaven zijn we uiteindelijk vertrokken naar het hotel. Hier zitten we nu al 32 uur in quarantaine in de kamer. Gelukkig heeft Karel, die mee is als sparringspartner, zijn schaakbord mee. En zijn we rustig een potje aan het schaken. Ik ben enkele dagen geleden teruggekomen van het WK Judo. We zijn vertrokken met heel milde ambities, aangezien dat de Olympische Spelen toch het hoofddoel blijven dit jaar. Maar een WK en een potentiële wereldtitel, dat laat je niet liggen natuurlijk. Dat heb ik ook niet gedaan, want ik ben teruggekomen met deze heel mooie medaille. Het is nog altijd een onwaarschijnlijk gevoel. En ik ben de eerste Belgische mannelijke judoka die de wereldtitel heeft gehaald. Dat is ongelooflijk. Ik ben heel fier en heel erg blij. Mijn ambities in Tokio zijn natuurlijk heel hoog. Ik ga naar Tokio voor een medaille. Ik kijk het ook zoals een andere competitie. Op elke andere competitie wil ik ook met goud naar huis komen. En dat is voor Tokio niet anders.